Ik ben hier een dagje op uit op deze scooter. Want ik ga juist er een liedje buiten aan met jongen bij iemand oors achter op de scooter. En toen dacht ik, wauw, de omgeving is zoveel mooier en ik mis dit al, hè, want ik ben eigenlijk nooit buiten aan met wist. Want Peter rent en fietst alles en ik had je met achter mijn zorgen, maar we reden de heuvels op een deel, dus fietsen dat wordt er net. Dus ik heb de scooter uit en die had een leuk begin. Ik heb een scooter gebracht dus bij mijn hostel. Het is net de beste scooter, aangezien hij hier kapot is en hij die even dreeg om op te starten. Maar ik dacht echt, alles bij mijn hostel is altijd hartstikke best en prima. En dan hebben we hele schappelijke prijzen. Echt cheap, ik denk het cheapste plak van heel Amet. Helemaal mijn ding natuurlijk. Dus ik huur daar de scooter en ik ben al bij het tankstation en nou ja, werd ik ergens een flessen kocht om te vullen. En daar laken ze me echt fjouwkant uit. Want ze zijn best dit ding overhuurd. Want het is helemaal stikken en het kent er net. Nou ja, ik zei nou ja, bij mijn hostel. Want ja, daar bleef ik. Hij zei, oh man, huur hier alsjeblieft. Want we hebben tenminste nieuwe scooters. Stikken beter. En nou ja, en die ben ik van het stikken en stik veiliger. Hoeveel heeft er ervan tellen? Nou, ik zei 60. 60k. Nou, toen lagen ze helemaal dubbel, want dat wie in hun is ik gewoon. Dus ja, beetje jammer dat ik dus een oude rammelbak heb voor hetzelfde prijswerk. Ik heb een hele nieuwe scooter en waarschijnlijk een beter scooter. Maar het is wat het is. En hey, Jude heb ik deze. Ik ging er buiten. En ik ga hem juist dit in. Mijn allier yoga, meditatie, een heilig plak is het, Ayurveda, spiritual dingen. Ik dacht, hier stap ik even en aangezien ik de snoer is jouw wel van alle woorden. Ik ken er net een bijtje aan en ik dacht, ja, hier ga ik even wat lekker zijn. En ik denk, mijn wordt wel mooi op deze dag. Lekker om genieten van mijn helend kok Ayurveda thee. Dus heb ik even lekker hier een stream wist, wat is het hier een mooi plakje. En vooral een heel heilig plakje volgens mij. Mooie dingen hier te Cape. Vooral zo dingen die hier uit de regio komen, die je zelf maken binnen. Van plakken waar heilig groen is en een heel soort spirituele energie. Mooie dingen. En dat zou er waardoor dat Bali eigenlijk best wel heel spiritueel is. Al werd er met het meestal zien als een vakantie oortje. Maar de Balinezen binnen qua spiritualiteit heel fier. Wat ik het zeggen, is net een goede wet om te zeggen, maar ik ben veel spiritueler dan wij denken. Die we daarop horen. Eerst even een stop voor een flesje water. En eindelijk mijn ontbijt zien. Dus zullen we zien wat mooi plak zit op je hoofd. Mooi uitzicht. En hier ga ik samen meteen snorkelen. Een zware poging, want hier binnen schildpad. Ik heb juist net zien. En nu ben ik lekker alleen nog. Kan ik lekker mijn gong in. Vind ik soms even fijn. Maar ja, dus ik ga op zich nooit skillpad. Volgende stap. Ik heb eindelijk even wat meer eten. En ik ben helemaal blij, want ik ben krekken op het strand. Op zich wist nooit skillpad. Ik kon geen skillpad vinden. Want er waren mij examen moest bij het koraaltje en bla bla bla. Dus dat heb ik wist en ik denk, ik jou het op. Ik zeg amper koraal, amper fiskies, waar ik in de steward was. Dus ik denk, prima jongens, ik ga mooi verder. En mijn spulwaai op de plek werd een paar Indonesische jongens ja, de boel in de gaten houden. Dus ze zei, kamer om, wat voelt van nou? Ik zei, net zo, want ik heb net zoveel zoen. Maar ze was, hè, is de skill bij een die zoen? Nee, ze heb ik net zoen. Oh, dan moest je dit zonsje en bij die zeegas? Ik zei, het zon. Ik zei, er waren mijn zon en ik moest in koraal zieken. Nee, natuurlijk net. En de meeste van het restaurant, die weet dat helemaal net. En nou, ik zou vanaf de dikkie nou, ik krijg ze nooit zwom. Maar hun wat oude horen en hier is die jongen. Nou, vooruit. Ik ging er maar niet erin. En ik als een idioot dat ik moest zwemmen, want hij heeft nu flippers doen natuurlijk. En je moet net leeuwen. Maar het waren hele grote schildpadden. Van zo'n 50 centimeter, 60.
wol, denk ik. Nou, misschien heb ik hem wel meter was. Maar in ieder geval, hele grut. Super cool, dus doe ik al helemaal blij. En de nooie ging ik nog omheen en kan nu vlak langs me zwemmen. Dus het made my day. Ik heb die jongen echt een dikke kroepje doen. Hartstikke mooi. Dus nu even opladen. Mooi een currytje. En mijn eerste avocado juice. Ik moet zeggen, dat is net mijn favoriet. Maar ik geef er curry. Van mijn laatste spot, dude. Nu zit ik aan Wix Smile. Ik heb gewoon een prachtig mooi plakje. Zit voor de aardigheid eventjes. Wat niet goed zeg is. En hier zie ik direct de Sins Undergang. Prachtig. Mooi uitzicht over de snorkelbaai van Ahmed. Goedemorgen, daar gaan we weer. Het is zo geworden. Ik ging naar een prachtig zinsopgang en dan ging ik lekker draven. Dan heb ik al heel wat dingen van de dooi eigenlijk lekker bedoeld. Dit is toch machtig mooi. Ik trek erom van het draven. En ik rin even naar een scenery shield. En dit gebouw is dus mijn hostel. En bovendien, daar is dus nou ja, het restaurant. En daar is gewoon mijn kamer. Machtig toch? Ik zit net zo goed, maar mijn handdoek hangt er. En ik heb dus dit als uitzicht. Dan kan je je toch voorstellen dat het heel moeilijk is om Ahmed hier achter te laten. Ik weet dat juist er al mooi is, maar dit is ik wel heel mooi, hè? En dit is dus eerst een prachtig creatief iets om dus de vogels eruit te halen. Erin zijn touwtje. En zo zit er een heel systeem om dat ze het op één plak omloeken. En dan begint het dus te rammelen. En daar hing het een cd om. Ik denk voor, nou ja, voor het lochte wikaat, noem ze ik vette jongen. Machtig. Nou, dit is dus een van blikjes. Maar ze hebben ik daar eentje. Mooi bamboe. Dus dat klappert weer oost in het plankje om. Ik vind het wel machtig creatiefste binnen. Ik weet niet dat je moet. Wil zoek ik even met zijn huske. En ik zoek bij slippersteen, dus ik is denk ik moet werk. Wat zoek ik dan dat ik naar binnen ging. Wat leuk. Een koken en een kjeltje. Wil ze hier omstreunen met je hut werken. En wil ze deze kant worden de nieuwe dingen in elkaar puzzeld om wat mooi te maken zien. En die vrouw die zit mooi in het huske. En hij is zo'n systeem moet in elkaar zetten. Ik denk dat klapper. Want ik denk dat hun ries dus eigenlijk haast als je de gieter. Ik krijg weer machtig een snorkeling wist. Ik hier de snorkel nog 12 uur, tot 10 uur voor de morgen. Dus ik dacht vanmorgen 8 uur lip mij wat van snorkeling in. En ik dacht, het is mijn laatste keer dat ik hiernaast uit Ahmed wooi. Hele mooie achtergrond, by the way, ondertussen. En ik dacht, nou, dit is mijn laatste waar ook een snorkeling in. En dan zie ik wel, nou ja, gewoon nog even hetzelfde zien wat ik altijd zag. Maar echt net normaal. Ik heb eerst zwommen de viskies midden om je heen. Echt superleuk. Velgiele viskies. Heel mooi. En dan begon ik zo weer om te knabbelen in. Dus dat vond ik wel leuk. Want deze stuk zo'n beetje op afstand. Maar dan zwom ik er midden in. Toen zwom ik verder naar een oorplak. Daar bij de kust langs. Daar ergens. En toen zag ik zelf nog heel mooi naai koraal. Wat ik, nou ja, het meeste koraal is hier nou ja, net heel mooi de kleur mee te stikken en dingen. Maar heel mooi naai koraal. En toen zelf nog zag ik er in een schildpad. Dus dat vond ik super, super leuk. Ik viel me zeer gezegend dat ik dus zelf nog skilpad voel, hè. Echt een joekel van, nou, ik denk, ordelmeter. Nee, hele meter. Dus toen viel me daar helemaal weg goed. Ik denk, wauw, wat mooi.
Ik heb, je moet de onderwereld kennen, maar je ziet hier niks van het wetten. Maar het is zo mooi. Zulke mooie visken, mooie vormen en vooral kleuren. Dat kun je net voorstellen. Gewoon regenboogvisjes, de kleuren die je met kleurstiften moet het kies krijgen kennen. Die is nooit te kerst. Zo mooi. Felle kleurtjes. Als lachjouwende visken. Alle kleuren van de regenboog. Felle. Nou, en ik heb gewoon één gele vis. Nee, gewoon één vis met alle kleuren. Prachtig. Echt super mooi. Ik zeg nog een hele grappige mooi. Met stippen en strepen en. Nou. Ik wil gewoon even kijken. Dus, dankjewel Ahmed. Voor de mooie wereld hier onder water. Ik heb er zeer, zeer van genoten. Heel mooi in dit winkeltje. We waren echt een local. Super cheap. Ik vergeet het. I will them send them here. Het mooie is, ik heb dus een avocado en een papaya gekocht. En zij broek dus deze ouderwetse weegschaal af. En mooi is, ik dus met deze gewichtjes en dat erop zit. Hoe zwier het is. Yes, I like it. I like it. Hey, superleuk. Ik heb er een squallen ontdekt. En deze keer een Balinese squallen. Superleuk, want deze beien die binnen dus in een heel mooi uniform. Vind ik zelf. Ze draaien prachtig uit. Deze vrouw is er lekker voor hier weer lekker garo garo voor aan mijn mandje. Mooi pindas. En zo. Wiel zit ik hier onder dik. Smoordrok 10. En dan breng ik het ook net. Maar het is aardig wel mooi. Nou, tomaatje beginnen. Wat is dat? Tomaat. Glapa. Glapa? Ja. Wat is glapa? Lengis glapa. Terbuat dari glapa. Mana lengis glapa aja? Mana lengisnya kan adinyo. Oh, ya. Yeah. Cirek. Oh, ya. Bisa cirek ini. Tonton, ya. Cukup. Tjede, en binnen 5 minuten heb ik hier een meal. Gado gado. Ik ben helemaal klaar voor. We gaan met rijscooters opnooien. Laan Street. Mooie foto's te mooi zien. We winnen er haast. We zitten nu in de vierkant. En want het laatste sticky moeten we, ja, de dik is echt verschrikkelijk. Maar die doen we stapvoets, want het, nou ja, die is gewoon net het van. Kan ze tegen rennen? Maar wij doen het lekker in de auto. En we binnen bovenop en echt aan alle kanten. Het is echt een vet uitzicht. En beneden is het dorp. Dat is wel lekker, hè? Hier is het Spiegelkanaal heel bewolkt. Ik denk dat het helder hier is. Heel fysiek is. Wat een uitzicht. Dus gewoon echt de wolken om die berg in te slaan. Ik zal je het van Ahmed naar Lovina rijden. Google Maps is het 12 uur, dus het is dat het wat rijden wordt die kast zien. En sommigen zeiden, oh, we moeten absoluut niet in de kop rijden. Of ze zeiden, ah, ik wil het walken, gewoon in de rijden. Dus ik ben benieuwd. Ik doe het kalm gewoon. En ondertussen
genieten van de mooie processen. Het was een pittig ritje, maar ik heb helle. Het waren heel erg roedien. Ik ga net echt stoppen. En het laatste eind met ik zei ze weer eigenlijk het pittigste, dat we echt een oer jaloeren dwarsdroge drok staan. En toen dacht ik, oh die shit, doe het dan maar even. We zien gewoon terug op een rijtje en maar de sim is heel brak. Mijn trilling roer, maar dat komt meer van de kracht in de hand alle varen horen. Ik neem even een snel breekje hier en dan neem ik nooit vast op. Even voor mijn delen, want ik ben natuurlijk in Novina en ik heb een dek opzocht, die zien hostel. Dat ik hem vorige keer wat tips doen heb, misschien is ze er zo en het liep wat met dien en hartstikke leuk. En toen had het wel zo gewoon van ik ben, want dit is kadek. Yes. Ik ben, wait a minute, ik ben bezig met mijn omke om iets nice te bouwen en nou ligt het Michel en ik ben enigszins overdonderd. Ik let het hier mee. Dit is de intree. En hij had dus alles zelf dien, machine omke. En dit, hij had wel zo'n van, hij neemt zichzelf geen artiest, maar hij is wel heel creatief. Check dan. Dit had hij dus zelf gecreëerd. Zwembad. Dit er helemaal inbouwd. Prachtig toch? Zie dan hoe dit eruit ziet. En dan zo bescheiden. Maar zie dan, dit is toch een stukje kunst. Wat je je del zetten. Dit is toch machtig. Ik denk dat ik hem adviseren ben om hier net een hostel van te maken. Want dit is dus één keer met mijn vrouw bij hem. Ik zou er een privé huis van maken. Om gewoon het hele ding al te huren. Dit is dus een kamer. En als je daar de trap op gaat, dan heb je al de rooftop westelijke. Nou, lekker relaxed en een circus. Maar echt weer. Ik ben maar de mond vol tanden. En het is nog lang in het kleren, want het mooi werd nog volle meer opgeschilderd. Dus daar is hij deels bezig geweest. Maar als het er vervolgens helemaal zo uitkomt, Shen, dit is toch machtig. Kadek, this is amazing. Ben je weer bij een spultje in elkaar? Het is jouw zo'n straat. En ze zijn hier aan het ontgakken. Deze keer met twee vrouwen en die man die runt het hier. En die heeft dus hier een bak met die maar dubbelt. En daar wordt les dan heel in. En dan gaat de deksel omheen en als je er wat dubbelt hebt, dan winnen ze of verliezen ze dus. Het is een beetje donker. De camera zeker, maar er loopt een beeldje heel ernaast. Lekker verfrommeld wordt al. Onderwijs van mijn tripje waarom van Lovine en Noy Ahmed. Mag ik even een stap voor een bakje gemberthee? Mooi dit prachtige uitzicht. Machtig. Heb je gewoon even het dak van het huis al. Dat ze even skim maken, alles er even al roegelen. En mijn traaienman. Fjouwer. Zet je daken misschien ook wel erop. Oh, dan wordt even een stukje afzeggen. Ik heb geen idee wat ze doen, maar... Interessant. Mijn laatste jongensie, Ahmed. Oh, wat een prachtig mooi uitzicht. We zijn meteen in de zin gaan. Ik vind het wel machtig mooi weer even. Zo is de maas. En deze vrouwlie, ja ik ben vrouwlie. Die rennen hier maar die grote toen. Mijn modder opgehollen. Om het huis erachter te bouwen. Er is niks van bouwvakkers. Maar bouwvrouwen. Ik kom eens even rondzetten. Noem maar de amers leeg. Het is dan net normaal dat die vrouw is zo sterk binnen. Hier weer zien laden. En dan is wel rond. Wauw. Huppakee.
Doei, Ahmed. Het weer weer prachtig. Wat een mooie natuur hier. Snorkelen in de Riesvelden, al je bij elkaar. En een liedje warmke. Wat wil je nog meer? Nou ja, goeie vriend en die hier ik. Tot volgend jaar of zo.